Hallootjes, wij zijn Iris en ik speel Maud. En ik ben Jillis en ik speel Phyllis en Spook, als je het wilt weten. En wij gaan vandaag de 7 Second Challenge doen. En de bedoeling is dat we allemaal opdrachten gaan uitvoeren. 5, alle twee. Ja. En degene die ze het beste uitvoert wint. Dus ben je benieuwd wie we gaan winnen? We gaan kijken. Ik begin wel. Oké. Oh nee, de allermoeilijkste. Noem in 7 seconden 4 uitspannige listen. Oké, go. Ricardo Blij, Lennart. Ja. En op. Oh, Slabby natuurlijk. Slabby. Oh, dat is ik weer geen. Go. Nee, je moet nu alle meisjes. Oh shit. Oké, Stijf Fransen. Ja, zomaar. Nee, maar wie had er meer namen? Oké. Jij! Noem binnen 7 seconden 5 verschillende gerechten die beginnen met de letter S. Ah, oké. Okay, shawarma. Oké, wacht dan. Soep. Nee, dat trek ik soep. Oh, nee. Oh, jij moet deze ook weer. Ja, dat staat er toch? Met okay, een letter. Met een. P. Oké, go. Pizza, patat, poffertjes, pannenkoeken, pindakaas. Ah! Uitje, prei. Ik ben hier zwaar slecht in. Oké, ik ben hier goed in. Oké. Zing in 7 seconden een liedje dat nu in je opkomt. Go! Heb je even voor mij? Maak wel tijd voor mij. Ieder uur gaat 7 seconden. Gaat dit nu? I just can't stop loving you. Na 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 en na na. Ja. Oké. Maar nu is de vraag wie heeft het beter gedaan. Maak in 7 seconden verschillende dierengeluiden. Oké. Gooi die timer. Koop. Ja, koop. Volgende. Dat is een walvis. Ja. Ja, dat was het. Go. Oké. I-A, I-A. En dan. Wat hebben we nog meer? Wat was dat? Dat was een ezel. Stop. Een ezel, een aap. En een koe. Oké, ja, is goed. Is goed. Is goed, welverdiend. Ja, verdiend. Oké, yes, eindelijk. Ik zeg daarom. Nee! Oké, meteen al gezien. Je hebt 7 seconden om spangas achterstevoren te spellen. Oké. S-A. G-N-A-S. Je vergeet de P. Oh my god, ja. Nou, zo gast zal ik het ook eens doen. Ben je klaar? Ga je nog op die timer drukken? Ja, ik ga denk op die timer. Oké. A-G-N-A-P-S. Teken in 7 seconden het spangas logo. Oké. Dit moet tegelijkertijd. Oh, ja. Oh, dus, okay. Ben in de aanslag. Oké, wie gaat dat onttrekken op de kop? Okay. Ik weet niet, maar waarschijnlijk helpt dit. Oké, klaar? Ja. 3, 2, 1, go. Wat zit jij vies te kijken? Ik kijk. Vieze Rick. Zij kijkt af. Zij kijkt af. En nog steeds fout. Nou. Het is heel slecht, maar ik heb nooit op het logo gelet eigenlijk. Wie vinden jullie... Ik heb een Frenchie Touch erbij. Als je niet meer weet waar het over gaat, heeft te maken met spangas. Ja, laat maar weten in de comments welke de beste is. Ja. Oké, Iris. Oké, doe in 7 seconden lipstift op bij de ander terwijl je een hoedje van papier zingt. Oké. En start. Hoedje van papier. Ik weet het echt niet meer. Oh mijn god, ik heb gewoon geen jeugd gehad. Oké, ben ik klaar voor. Vader Jacob, vader Jacob, slaapt gij nog, slaapt gij nou. Ik kan zo de visagie in. Dans binnen 7 seconden de Macarena. Tegelijkertijd. Oké, 3, 2, 1, go. Het is nog aan jullie wie deze challenge heeft gewonnen. Maar ik zie jullie. Het is duidelijk dat Iris dit. Eet in 7 seconden een beschuitje op. 3, 2, 1, go.
De laatste alweer. Ja. Nou, kom op, je kan hem nog halen, joh. Zoek in 7 seconden een rood accessoire in deze ruimte. Oké, go. Oh, wacht. Het is heel dichtbij hier. Hey. Is rood. Nou. Yes. Oké. Een accessoire in deze ruimte die blauw is. Nee. Blauw. Zo simpel kan het zijn. Oké, die is ook terecht winnaar. Kijk. Maar we hebben dus nog, als ik het goed begrijp, slagveld verder. Heel veel kaartjes over die jullie bepalen wie die heeft gewonnen. Ja, laat het ons weten. Ook al was het soms vrij duidelijk. Maar laat het ons weten. Maar als je slecht begint, wil dus niet zeggen dat je ook slecht eindigt. Nee, dat is duidelijk. Nou, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze challenge. En we hopen dat je deze video natuurlijk leuk vond. Ja, dus doe dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Op ons kanaal. Je begrijpt wat we bedoelen. Doei. Oh ja, en zet in de reactie eronder wat je ervan vond. Wie de winnaar dus is. Wie de terechte winnaar is. Ja. It's over. Dag. Doei.